Als een zwarte panter die vrij rondloopt in een landstreek van Italië, sluipen we de tweede ronde in. Opvallende koppen uit de krant met de vraag: welk bericht stond daaronder? Voor Jan Jaap en Adriaan: don't you know that you're toxic? Sowieso. Dat is Engels. Ja, dat is Poetin tegen Navalny. Ja. Of het is Britney Spears. Ja, het is een lied, hè? Ja, het is een lied. Ik dacht het al. Ja. Don't you know that you're Hebben jullie de documentaire gezien? Ik heb hem gezien. Zo. Hebben wij de documentaire gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Maar je kent Britney Spears wel? Ik weet wie het is en ik weet wie Ivonie is. Ja. Heeft het iets met elkaar te doen? Jazeker. Nou, Ivonie was een klein schakeltje in het verhaal. Ook heel flauw, want ik ben ervan overtuigd dat dat waarschijnlijk anders bedoeld was. Maar... Ja, denk je? Ja. Zullen we even kijken? Dit is Ivonie bij Britney. One subject we didn't discuss. Mm-hmm. What was that? Everyone is talking about it. Why? Well, your breasts. My breasts. You seem to get furious when a talk show host comes up with this subject. Ja, kijk, het is fout. En ik vind zijn reactie vond ik ook redelijk matig. Maar tegelijkertijd, ik vind ook, we kunnen nu met z'n allen heel boos worden. Maar dat hadden we dan toen ook een beetje moeten zijn. Ik heb daar altijd een beetje moeite mee. Maar we zijn veranderd. Dat is, ja. En de grapjes maken we nu. En het is een beetje fake. Hij is nooit talkshow host geweest ook. En de andere optie was, Ivonie praat normaal altijd alleen maar over zichzelf. En ik heb liever dat hij over haar borsten praat dan over zijn eigen borsten. Dus in dat opzicht... Ja, maar het is het totaalplaatje. Kijk, het is een hele heftige documentaire die over Britney gaat. En dat ze in een verkeerde hoek is neergezet. En dat ze gekleineerd is. En dat ze daarom een beetje is doorgedraaid. En hij heeft daar een onderdeel in. Een beetje de highlight van, kijk, dit soort journalisten kreeg zij voor haar kiezen. Dit werd tegen haar gezegd als 17-jarig meisje. Ja. En nu kijkt de hele wereld naar Nederland en naar hem. Ik schrok me kapot toen ik hem in één keer voorbij zag komen. Nou, dan ga ik het toch even opnemen voor Ivonie. Ja. Ten eerste vind ik het raar dat die man nog nooit een Nipkoff-prijs heeft gekregen. Hij doet het al 30, 40, 50 jaar. Ja, Harmo. Heel lang iets doen is geen garantie, Adriaan. Tweede, ik denk dat die paparazzi 100 keer erger zijn. Ja. Zeker, dat is, 100%. Dat in Amerika, dat legaal is, vind ik verbazingwekkend. En kijk, en godzijdank, Nederland is altijd matig, gewoon mild. Hier in Nederland valt het mee. En het komt ook. Ik ben, maar dat is wel. Kijk, ik ben ook bekend in de C-categorie. Maar bijvoorbeeld iemand als Katja Schuurman, die allround bekend is. Daar liggen ze ook bij in de bosjes. Die achtervolgen ze. En wat ik zo idioot vind, dat hoor ik roddeljournalisten altijd zeggen. Heb ik Albert Verlinde ook horen zeggen. Ja, dat hoort erbij. En dan had je maar niet bekend hoor. Terwijl, vriend, dat heb je zelf verzonnen. Je creëert je eigen bestaansrecht. Dat hoort er helemaal niet bij. Wat erbij hoort als je op tv komt, als je muziek maakt, als je in het theater staat, is dat je op straat wat vaker herkend wordt. Ja. Daar moet je gewoon normaal mee omgaan. Ja. Maar het hoort er niet bij. Ik kan ook zeggen, ja, als je roddeljournalist bent, krijg je elke dag een trap in je ballen. Ja, dat hoort erbij. Maar die journalisten kregen gewoon op een gegeven moment in de jaren 90 zo belachelijk veel geld voor die foto's. Je ziet ze ook praten en dan vertellen ze, ja, maar ik kreeg een miljoen plus voor die ene foto. En ook zijn argument was, zij draait op een gegeven moment door, toch? Met die paraplu. Ja. En ik wist helemaal niet wat dat was. Maar dat was dus voor de deur bij haar ex-man dat ze haar kinderen niet mocht zien. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat, je hebt je hoofd kaal geschoren, het gaat wel niet helemaal lekker. Dan mag je je kinderen niet zien. Dan zijn er dus journalisten bij. En hij zei, ja, maar ze heeft nog nooit gezegd dat ze het niet fijn vond dat ik erbij was. Ik denk, gast, wat denk je nou zelf? Je hebt honderden foto's daarvoor al laten zien dat ze aan het huilen is in de auto. Plus, niemand blijft normaal. Het alleen al de hele dag gevolgd worden, gefotografeerd. Ja. Ik vind die impact, dat denk ik ook soms bij de Meilandjes. Gewoon dat plotseling beroemd worden. Dan hoop ik altijd maar voor die mensen dat ze een sterke omgeving hebben. Ja. Dat is gewoon niet gezond. Nee. Dat is gewoon heel ik kon me ooit herinneren dat ik zag, ik zag Huub Stapel door mijn straat fietsen. En die keek heel nors. En ik dacht altijd van, jeetje, wat een norse man. Ik hoop niet dat ik later zo word. Alleen, ik merk nu zelf, nu ik iets bekender ben, dat wat er gebeurt op straat, als je de hele tijd mensen aankijkt, dan creëer je de hele tijd verwarringsmomentjes. Zijn mensen, hè, werken we in hetzelfde bedrijf, waarom ken ik die gozer? Ja. Dus je gaat automatisch recht. En ik merk dus nu bij mezelf ook dat ik nors vooruitkijk. Oh, ja. En ik ben nu zo bang dat mensen bij mij denken, jeetje, wat is die nors? Hij lijkt wel Huub Stapel geworden. Weet je gewoon dat, dat je gewoon weer hetzelfde Je hebt er wel wat van, ja. Nee, ik doe juist andersom. Ik kijk iedereen en zeg ik als eerste hallo. Ja, maar hallo. En dat is jouw probleem. Maar jij bent raar en dan gaat er een muziekje en dan ga je een verhaal vertellen over een 10 kilometer record. En dan lopen mensen vanzelf weg. Maar Britney Spears, ik heb 1998 was haar doorbraak met Hit Me One More Time. Mm-hmm. Ik ben in 1997
begonnen met comedy en optreden en zo. Ik heb een soort tijdje heb ik me een beetje vereenzelvigd met haar. Oh ja? Zeg maar. Ik, op een gegeven moment, ik heb een show gedaan waarbij ik ook muziek gebruikte van haar en zo. Ik zat een beetje daar wel. Dus ik heb altijd wel een zwak voor wat haar. Wat een soort wij jonge doorbrekers, zoiets. Ja, wij jonge, Britney en ik. Ja. dus, en ik word heel langzaam kaal, zeg maar. Bij haar ging het wat sneller. Nee, maar, ik kan me herinneren, ik weet niet wanneer dat was, lang geleden, was er een viral video van een jongen die huilend in de camera zegt: leave Britney alone. Ja. En die hebben wij met z'n allen uitgelachen. Van wat is dit voor idioot? Mm-hmm. En die had gewoon met terugwerkende kracht toen al heel erg gelijk. Ja, laat maar even kijken. Oh, die heb je ook. Ja. Speaking of professionalism, when is it professional to publicly bash someone who's going through a hard time? Yeah. Leave Britney alone! En ik kan me herinneren dat we toen de tijd iedereen echt. Ja, die gasten hebben. Maar dat vond ik, jij hebt die docu gezien. Ja. Die fans, vond je die ook niet. Die staan aan de goede kant en die willen het best waar. Maar ik vond hun ook intens. Ik vond hun ook weer onderdeel van het probleem. Ja? Met een soort complottheorieën. In de Instagram-berichten. Dat ik dacht van, ik hoop als zij vrijkomt. En ze zegt, laat me met rust. Dat die fans haar ook met rust laten. Maar je hebt hem gezien. Is er hoop voor Britney? Nou ja, volgens mij gaan ze nu wel weer terug naar de rechter. En er is een hele periode geweest waar ze heel hard ging werken. Veel commercials ging doen. Mensen geld aan haar verdienden. En nu in één keer stopt ze met werken. Heeft ze Instagram alleen. Zie je verwarrende filmpjes. Ja, je weet niet wat er aan de hand is. Nee. Maar ik denk, nou, ze heeft de wereld in ieder geval aan haar kant staan. En hoe vind jij bekender worden? Hoe vond je dat? Hoe vind je dat? Ik dacht echt dat het de shit zou zijn. Ik dacht al vroeger dat ik dacht, oh, als dat lukt. Want mijn ouders hebben een sportschool en dan kom ik daar binnen. En dan denk ik, yes, ik ben het. En ik ben er heel schuw van geworden. Ik vind dat niet. Ik heb me daar heel erg in vergist. Mijn vriend zegt wel eens, had je dit nou echt niet zien aankomen als we ergens op een festival staan waar iedereen op de foto wil? Dat, ik voel me. Maar heb jij ook van die gillen, mensen die dan gillen en ook niet ophouden met gillen? Nee. Ik heb een fanbericht gekregen op Instagram, want ik ben influencer. Vet. En ik kreeg een bericht van iemand die zei, ik ben ziek. Het zou leuk zijn als je mij een tegoedbon van Bol.com van €2000 opstuurt. met een adres erbij. Meteen gedaan. Duur. Ja hoor. Ja. Maar een bestseller schrijver, heeft hij ook gillende fans? Oh ja. Nou, ik kreeg wel eens wat opgestuurd of ik het wil lezen. Dozen vol soms, ja. Oh. Maar dat is echt een opdracht krijg je dan, om iets te lezen. Nou ja, ik heb eens kennis gemaakt met Hugo Claus, die van zijn vrouw moest ondertekenen. Een heleboel studies en verhalen die mensen hadden geschreven. En dan schreef Hugo Claus bij een proefschrift, ik heb met bewondering kennis genomen van uw zwierige analyses. En dat ging op de post. En het boek ging ongeopend in de kast. En dat dacht ik, zo moet het. En dat doe je ook niet ook. Met bewondering kennis genomen. Met een golf van ontzetting door het land. Knip, knip. Adriaan. Ja, het ging over de docu Framing Britney. Die maakte tongen los. In de film zien we hoe de media in de jaren 90 en de jaren 0 de tiener popster doelbewust kapot maakte met seksisme en vrouwenhaat. Ook onze Nederlands trots Ivonie komt erin voor. Hij zei tegen de 17-jarige Britney, there's only one thing we haven't discussed. Your breasts. Nia gaf nog aan steeds achter het interview te staan. Britney staat op het moment onder curatele van haar vader en online is de hashtag Free Britney-beweging groeiende. Britney vond de vraag van Ivonia over haar borsten niet zo vervelend. Wat ze erger vond was dat Nia na afloop van het interview achter de piano ging zitten en zijn eigen nummer ging zingen. Het is wel fijn voor Ivonia dat hij na jaren keihard werken eindelijk internationaal is doorgebroken. Free Britney. Niet te verwarren met Free Willy. Zoals Ivonia het noemt als hij zijn piemel tevoorschijn haalt. We hebben nog een mooie kop voor Peter en Gwen. De illusie van grip en overzicht. Ja. Nou, dat zou kunnen gaan over die op één uitzending met Willem Engel. Ja, ik dacht heb dat, ik heb echt schreeuwend naar het scherm. Misschien heb ik ook dingen gemist. Maar op één, dat is gewoon geen programma meer met interviews. Maar het is gewoon een presentatieduo. Die kondigen de gast aan, knuppel in het hondenhoek. En dan gaan ze gewoon in een soort cirkeltje de hele tijd. Dat slaat nergens. Willem Engel heeft eerst kunnen zeggen, virus komt uit een lab. Daarna, er is geen kritische vragen. Er komt geen vervolg. Op een gegeven moment hoorde Willem Engel zeggen, mijn vak. Dan wil ik weten, welk vak? Bedoel je salsa dansen? Wordt niks gevraagd. Daarna begint hij erover wat goed is tegen corona. Je moet veel knuffelen. Hop, en we gaan door.
Nee, dat werkt niet. Je moet er ook niet achter gaan zitten. Nee. Heel slecht idee. Ja. Ik dacht, corona. Ja, kan niet anders, toch? Weer corona. Corona. Ja. Nee, dat doen jullie maar één keer? Ja, niet per se. Meestal is dat... De coronacijfers zijn wel een soort aanwijzing voor die griep. Dus het gaat over de enorme controlezucht van deze tijd. Ja. En dus alles meten en weten en daarna handelen. Over controle gesproken. Er zijn wel een hele hoop dingen binnenshuis meer onder controle de laatste tijd dan voorheen. Bijvoorbeeld naar de kapper gaan. Gisteren heeft mijn vriend mijn pony geknipt. Ja, ik wou het niet meteen Ik voelde deze aankomen. Ja, die heeft gisteren met een tutorial via YouTube... hebben we gekeken hoe je dat dan moet doen. Nou, met een schaar. Hij is een beetje... Ja, maar dat is nog een ding. Ja. Want ik kon niks meer zien, anders zat ik hier zo. Ja. Ja. Dat soort dingen hebben we wel nu allemaal onder controle. En, maar even, als jouw vriend jou knipt, gaat hij dan ook zeggen... wat een weer... Gaat hij dan ook het kappersgesprek? Is dat ook bij de tutorial? Nee. Dit en heeft hij dan minuut. Ook zo'n spiegel van dat je niet weet waar je naar moet kijken... maar dat je toch zegt, ja, het zit wel goed. Maar dat is dus fijn aan een kapper, dat ze je een beetje die moed geven. Maar bij mij was het gewoon knippen, klaar, superhard lachen. En ik dacht, misschien moeten we het een keertje gaan verzetten hier. Maar het is goed gekomen. En ik heb wel het gevoel dat we de afgelopen maanden meer dingen hebben geleerd... die we ook zo kunnen blijven doen. Daar is de kapper niet één van. Mm, wat maar, dat dan? Nou, ik denk dat we... Hij werkt nu thuis. En ik vind dat wel heel fijn. Ik heb echt geleerd wat voor werk hij doet. Ik weet wat voor werk hij doet. Nee. Weet jij van je partner? Daar gaan we even bij stilstaan. Ja, ik kan het uitleggen. Hoe lang in de lockdown dacht jij ineens... dat doet hij dus? Nee. Hij doet echt niks. Maar ik hoor nu alles en ik heb meer begrip daarvoor gekregen. We kunnen daar ook over kletsen. Dat vind ik wel leuk. Nou, ik zal een klein tipje oplichten. Ja, graag. Het gaat erom dat van postpakketjes tot je sportprestaties... tot waar je eigen kinderen uithangen... op dit moment is alles te tracken en te tracen. Ja, te tracken en te tracen en achteraf te beoordelen. En ik hoorde laatst wat me echt verbazingwekkend. Dat in de lockdown, dat al die eetbezorgers, die schijnen heel veel seks te hebben. Wat? Ja, met klanten. En hoe knap is dat met zo'n kubus op je rug? Dat is toch helemaal... Het is gewoon schildpadden die vrijen ook. Ja, nou, dat is... Oh. Ja. Nee, maar dat hoorde ik. Wat een leuke bezorger, wow. Ja, dat hoorde ik. Nee, okay. Ja, maar ik bedoel, ik had een keer een loodrit in huis. Nee, was best wel een rare dikke man met een leuk hoofd. En toen moest ik het toch even vragen... hoe vaak krijg jij nou van vrouwen onzedelijke voorstellen? Zei hij aan de lopende band. En dat was echt niet een kalenderplaatje. Echt, hè? Nou. Dus, ja. Nou. Wij hebben echt het verkeerde vak gekocht. Ja. Ik heb nu zo'n pak gekocht. Ik zit na de avondklok gewoon ongevraagd aanbellen... met een lege pizzadoos. Hallo. Ja, ik wou zeggen dat er werelden voor mij open gaan. Ja, hè? Je zou je kinderen er niet meer op uit durven sturen met de kinderpostzegels. Nee, absoluut niet. Ik heb nog één dingetje, maar ik ben heel benieuwd of ik alleen dit heel erg raar vind. Ik denk en ik vertel het ook een beetje met risico, want het is wel een beetje lijp verhaal. Maar ik heb dus een bezorger en die herkende me vanaf het eerste moment. Dat is niet zo heel erg, maar ik vind toch wel een beetje van... je weet waar ik woon en je komt hier aan de deur. Totdat hij op een gegeven moment aanbelde en ik nam op. Ik zei, leg het maar even beneden neer. Zei hij, nou, ik kom eigenlijk wat vragen. Want ik zag dat jij een tijdje geleden naar Brazilië bent geweest. En ik ga morgen op vakantie naar Brazilië en ik wil graag wat tips hebben. En ik vond dat heel erg vreemd en raar. Ik heb hem vervolgens die tips gegeven. Toen heb ik opgehangen. En dat is toch heel raar als een bezorger dat doet? Nee, dat is toch heel lief? Dus hij heeft mij opgezocht. Hij weet waar ik woon. Hij zoekt mijn naam op. Hij zit op Instagram. Hij gaat 2 jaar terug. Hij ziet dat ik in Brazilië ben geweest. Vervolgens komt hij aanbellen zonder pakketje... om advies te vragen over... Ja, maar volgens mij is dat de neuker. Dus dat is de tactiek. Hij wil, ja, maar eerlijk, dat is toch... Naar de favela moet je. Na 10 uur 's avonds. Je moet gewoon zeggen, ik heb kennis genomen van uw zwierige stijl. Jij begrijpt het. Ja. Van postpakketjes tot je sportprestaties... tot waar je eigen kinderen uithangen... alles is te tracken en te tracen. En mensen kunnen daar traceerdwang van krijgen. Mm. Dat is echt het gevolg daarvan. Iets monitoren impliceert daarnaast ook dat er iets te verbeteren valt. De stappenteller vertelt je dagelijks hoeveel passen je tekort schiet. En de ommetjes-app, ontwikkeld om te blijven bewegen tussen het thuiswerken door... vertelt je welke collega's steviger doorstappen dan jij. Je komt wel echt nuttige dingen te weten door alles te traceren. Zo hebben we Peter voor de opname via de app het laatste uur gevolgd. Even dit is zo voor intimie, dit.
Hé, hey, kijkertje, bekijk je ons op YouTube? Dan weten wij in elk geval dat je op de Play zit. Eerst abonneren en dan pas afwegen, hè? Anders smeer je straks kak op je scherm. Duimpje, arm uit.